een brommer heeft een fiets aangereden hier. En ja, het is een ernstig ongeluk. En die brommer heeft zijn brommer opgeraapt en gestart en is meteen doorgereden. Ik was aan de overkant van de weg en ik hoorde de knal en dan keek ik hier naartoe. En in eerste instantie dacht ik dat het alleen de brommer was. Die is onderuit gegaan en ik zag niet een fiets. Maar toen die brommer wegreed en ik liep ietsje verder door, zag ik een meneer hier liggen op de grond. Helemaal bewusteloos en niet bewegend. Hoe is het met deze man, denkt u? Ik weet het niet. Hij is afgevoerd per ziekenwagen op dit moment. En ja, verder weet ik niks vanaf. En ik heb de politie verteld wat ik heb gezien en een beetje een signalement gegeven van de brommerrijder. Ja, dat is het eigenlijk. Asociaal eigenlijk? Ja, heel asociaal. Het is gewoon jammer dat ik niet ietsje sneller was, dat ik zijn kentekenplaat kon zien. Dat ik hem kon stoppen van wegrijden. Ja, ik was ietsje te laat voor dat. Hij heeft meteen zijn brommer gestart en is doorgereden.